Oh, hoi! Kan je deze video liken voordat ik mijn boek Mila en de Magische Dromenvanger dicht doe? Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we! Ik hoop dat het je is gelukt. In de Fan Friday van vandaag ga ik een aantal hele grappige TikToks kijken. Dit is altijd zo leuk om te doen, maar tegelijkertijd ook niet helemaal, want ik mag niet lachen. Dit is namelijk een super lastige challenge genaamd de Als je lacht, dan verlies je challenge. Oeh, ik moet daarom dus enorm mijn best doen om mijn gezicht neutraal te houden, of in ieder geval niet te lachen. En het leuke hieraan is dat jij ook mee kan doen. Dus je kunt al deze video's meekijken en tellen bij hoeveel jij moest lachen. Hopelijk een stuk meer dan ik, want dat betekent dat ik heb gewonnen. Maar we gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd of het me lukt om absoluut en zeker nergens bij te lachen. Maar ik ga het proberen bij de allereerste. Go. Oké, deze mevrouw staat te poseren bij een Dixie. Oh. Oh, jongens, wacht. Oh nee, er is een slow-mo, wat erg. Het is wel een grappige video, maar het lukt me nog redelijk om niet te lachen. Door naar de volgende. Oh, oh, dat doet heel erg pijn. Dat moet pijn doen. Ik zou me echt kapot schamen dan hoor, jongens. Ik was wel een beetje geschrokken, want ik had het niet helemaal verwacht. En ik vond het grappig, maar... Ik zie geen lach op mijn gezicht. Go. Zie je. Oeh. Oh jee, oh jee. Oh, oh nee. Oh, oh, dat is zielig. Well, that's a cool video. Not what I planned. En huilen natuurlijk. Oh, en de vader die zei, ja, dat was wel een grappige video. Ik probeer niet te lachen. Ik moet ook niet mijn hand voor mijn mond doen, want dan kunnen jullie het niet zien natuurlijk. Maar dit was wel echt lastig. Ik heb het tot nu toe gehaald. Kom op, Jamila. Je kan dit. Oh nee, niet een kattenvideo. Daar ben ik niet blij om. Oh. Ik doe mijn best. Wow. Dat was erg grappig. Arme kat. Ja, hij gaat, maakt een mooi plekje voor zijn boep. En ho. Het gaat goed. Het gaat goed. Oh jee, wat gebeurt hier? Oh, dat moet pijn doen. Dat is ook wel echt heel erg dom. Je kan ook wel echt zien dat deze man denkt, ja, yeah, ik ga stoer zijn. En dan heeft hij ook gewoon zo'n heel klein zielig huppeltje. Oh. Auw, oh, telefoon op je hoofd. Iemand die haalde dus een prank uit op het kantoor. Dit zou echt iets voor mij zijn om te doen. Ik vind het heerlijk om mensen te laten schrikken. Oh, en die telefoon. Nou, ze schrok zo ontzettend dat haar hele telefoon naar boven vliegt. Oké, okay. Oh, wat is dit nou weer? Oh, is dat een kikker? Oh my god. Er sprong gewoon een kikker uit. Ik zou me ook kapot schrikken. Nog een keertje. Even kijken hoor, dat dicht... Oh, oh, sprong hij gewoon van... Nee, nee Jamila, niet lachen. Zullen we een afspraak maken? Jij hebt mij niet zien lachen. Ja? Super fijn. Oh nee. Oh, dit kan niet goed gaan. Oh my goodness. Ze heeft, wat is dat? Een soort van hoverboard? No. Ik wil nog heel eventjes het einde zien hier zo. Daar gaat ze. Ze balanceert heel slecht. Oh. Oh. Ja, dat was geen goed idee. Okidoki. We zien hier een meid in de auto. En ze heeft een soort van scheerapparaatje of zo. Wat is dat? Wat gaat er gebeuren? Zal het niet pijn doen op mijn huid, zegt ze. Nee hoor. Oh nee, wat gaat ze doen? Nee, niet op haar wenkbrauw. Niet doen, meid! De helft van haar wenkbrauw is eraf. Oh. Waarom zou je dat ook doen? Het is een scheerapparaat. Oh, moet ze nu huilen? Oh nee, ze kan er wel om lachen. Ze vindt het wel grappig. Gelukkig maar. Scheer absoluut niet je wenkbrauw eraf. Oh jee, oh nee, een trampolinepark. Er staat boven. Dit had ik niet verwacht. Oh, hij springt. Nee, nee, wat erg dit. Dit had ik inderdaad niet verwacht. Hij telt af en dan springt hij. En oh, het kind vliegt zo hoog omhoog. Wat zielig. Maar ook wel heel grappig. En ik neem aan dat het allemaal goed is afgelopen. Anders zouden ze natuurlijk die video niet online zetten. Oh nee, niet weer een trampoline video. Oh, daar had ik net op verloren. Oh. Oh. Wow. Hij springt. Ja, oh, daar is die trampoline niet helemaal voor gemaakt. Oh. Hij zakte doorheen. Nou, gelukkig heeft die trampoline hem nog wel een klein beetje tegengehouden. Dus hij valt er niet super hard doorheen. Kinderen, jullie hebben geen trampoline meer. Oh, weer een kattenvideo.
Oh, zo schattig met die pootjes. Wacht, wat is hier nou grappig aan? Ik weet het niet. Ik wil wel nog een keertje zien. Ah, oh, zo schattig met die pootjes. Ik vind het cute, maar niet grappig. Een video. Oh, zo'n ringvideo van buiten je huis. Oh! Oeps. Oh, nee. Oh nee, oh wat erg. Het is me wel gelukt om niet te lachen. Ik ga toch nog een keertje kijken, want nu weet ik wat er gebeurt. En ze struikelt over... Oh, net over dat stapje. Haar schoenen of haar slippers vielen ook meteen af. Oh, ik vind het wel grappig hoor. Oh, een babyvideo. Oh, daar gaan we. Ja, goed zo, hapje. De helft zit op zijn voorhoofd, maar goed, hè. Whatever. Auw, oh nee, niet in je oog. Niet in je oog, kind. Oh, ik denk dat dit niet als een lachje telde, toch? Toch? Laten we het hopen. Nou, hier is een bank. Leuk. Gaat deze mevrouw erop zitten? Ja. Kijk maar even, de bank is er inderdaad. En de bank is er niet meer. Waarom struggelt ze er zoveel mee? Oh, en daaronder liggen ook bakstenen of zo. Dat is best wel heftig hoor, om daaronder te vallen. Today my cat attempted to jump on the kitchen counter. Oh, hij gaat springen, Ja, en... Go! Oh! Hij loopt ook echt helemaal weg zo van, oh, het lukte niet. Ja, ik wil hem nog een keertje kijken hoor. Er staat dus op dat hij op het aanrecht wil springen. En, ja, aanloop. Go. Oh, hij heeft toch zo zijn best gedaan. Echt helemaal schudden met zijn kont en oeh. Weet je, we doen gewoon allemaal net alsof we het niet hebben gezien. Dan hoeft hij zich ook niet te schamen. My security camera. Oh, wat is dit? Oh, auw. Pijnlijk. Nou, dit zijn dus bewakingsbeelden van een straat. En iemand loopt keihard tegen een paaltje aan. Maar ik snap hem of haar wel. Want dat paaltje staat midden in de stoep. Waarom? En we zijn aangekomen bij de allerlaatste video. Oh. Wat is dat nou weer? Nee. Ik mag niet lachen. Deze kat heeft een klein mini handje. Ja, ruikt je vinger lekker, kat. Dit is zo'n gekke illusie. Nou, hilarisch. Ja, gelukkig was dat maar de laatste video. Dus vooruit, ik heb een puntje verloren. Ik heb het gevoel dat ik het misschien niet heel goed heb gedaan. Maar op sommige video's wel echt heel erg goed. Ik ben benieuwd. Hoeveel van deze video's heb jij gekeken zonder te lachen? En heb je het beter gedaan dan ik? 10 second wrap out. Chelsea, Liv, Lala, Lynn, Olivia en Lara. Sena, Pink, Sophie, Tessa, Faye en Kiara. Amira, Indy en Anouk, Janie, Lee, Elina. Little Bear, Yay, Faye, Gabriella, Ina. Check deze geweldig leuke video op mijn kanaal als je hem nog niet hebt gezien. Want deze wil je absoluut en zeker niet missen. En wil je nou ook heel erg graag in de wrap-out komen van volgende week? Daarop kun je kans maken door een reactie achter te laten met het woordje wrap-out. Hier zo onder deze video. Wie weet zie en hoor jou nou wel weer terug in de volgende Fab Friday. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!